Maar het gaat eigenlijk om dat er een paar referenties aangegeven worden die je kunt gebruiken om de dwaalleer van Rome te weerleggen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En we hebben, wat we gaan doen, misschien goed even een vers te lezen uit Openbaring hoofdstuk 17. En nogmaals, het is geen kerk, het is een geopolitiek instituut. Wat onder de dekmantel van kerk opereert om zo de massa te verleiden. Openbaring hoofdstuk 17, vers 1. En een uit de zeven engelen die de zeven violen hadden, kwam en sprak met mij en zeide tot mij, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel op de grote hoer, die zit op vele wateren. Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. Hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest, en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der godslastering en had zeven hoofden en tien hoornen. De vrouw was bekleed met purper en scharlaken, de kleuren van Rome, versierd met goud en kostelijk gesteente en palen, het Sixtijnse kapel, het Rijksinstituut de wereld, en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid haar hoererij. Op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererij en de gruwelen der aarde. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Laten we nog bidden. Vader, we danken u voor het woord en we danken u voor de openbaring die het ons schenkt en de hulp die het ons is om ook hier op aarde een zuivere, juiste koers te varen. We vragen uw zegen over deze tijd en het komende uur, dat vragen we u alles in Jezus Christus naam. Amen. Hier is een beschrijving over de eerste 3,5 jaar in de grote verdrukking. Deze vrouw zit op een beest en die vrouw, die wordt hier beschreven, ze is de moeder van de hoererij, dus ze heeft dochters. Ja. Openbaring hoofdstuk 17, de eerste 6 versen. Dus ze heeft dochters. Dochters zijn onder andere nazisme, fascisme, communisme Roomse kerk. En die vrouw was dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus, het bloed van Joden en Christenen. En als Johannes dat ziet, dan verwondert hij zich met grote wonderen. Want het is een christelijk systeem, maar het doodt Christenen en Joden. En deze, in vers 9 lezen we, de zeven hoofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit. En de vrouw, vers 18, die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft op de koningen der aarde. Dus het systeem is een stad op zeven bergen gebouwd. Haar kleuren zijn scharlaken en purper. Ze is steenrijk en is dronken van het bloed van christenen en joden. Nou, welke kan dat zijn? Als je de holocaust alleen bekijkt in de laatste eeuw, dus de Joodse holocaust, 6 miljoen plus joden. Alle leiders van de nazi's waren Rooms-katholiek. Ze zijn nooit geëxcommuniceerd worden. Dat is dus de commandanten van de vernietigingskampen in Polen, in katholiek Polen, waren alle 6 Rooms-katholiek. De wachten rondom die kampen waren alle SS naar het voorbeeld van de Jezuïten gemaakt. Hitler was een katholiek. Himmler, hoofd van de SS, was katholiek. Rudolf Hess was katholiek. Hermann Göring was katholiek. En nooit is één geëxcommuniceerd worden. Dus nazisme heeft ook een concordaat met Rome gemaakt, wat trouwens tot op de dag van vandaag nog geldig is voor Duitsland. Douw die concordaten, regeert deze vrouw die een stad is over de koningen der aarde. Rome heeft in de dag met midden 100 landen concordaten. De EU is niets anders dan een hersteld Romeins Rijk. Alle grote verbonden worden ook in Rome gesloten. En in 92 met het verdrag van Maastricht waren alle vertegenwoordigers van de 12 lidstaten alle katholiek. Van Helmut Kohl tot Ruudje Lubbers. Dus die eerst hebben een toewijding aan Rome en daarna aan hun eigen land. Maar dit is het systeem, het is een geopolitiek systeem. Het zal de antichrist, het beest, voorbrengen. Die zal na 3,5 jaar in het begin van de verdrukking gedood worden. Dit systeem zal door de koningen, de 10 koningen vers 12, vernietigd worden. En dan na drie dagen zal uit de doden opstaan, dat is de valse Christus, de laatste paus, met de geest van Abaddon of Apollyon.
de ziel van de duivel en het lichaam van de laatste paus. En hij zal door deze wereld als God, de duivel en het vlees, aangebeden worden. Als je dat niet doet, krijg je niet het merkteken van het beest, kun je niet kopen en verkopen. Nou, dit systeem komt nu op. Maar het komt op onder de dekmantel van de Rooms-Katholieke Kerk. Dus je moet nooit vergeten, als je spreekt over Calvinisme, charismatisch islam, dat zijn, wel islam niet alleen, het zijn vooral religieuze systemen. Dit is een geopolitiek systeem. De paus is een geopoliticus, een wereldpoliticus. Alle krijgen audienties bij de paus om instructies te krijgen, inclusief Donald Trump. Ik heb YouTube nagegaan, ik heb precies zien hoe dat werkt daar. En dat is zijn baas. Donald Trumps baas is de mensenzonde in Rome. En dat is in Amerika al meer dan 100 jaar zo. Nu, de meeste katholieken, meer dan 800 miljoen, die weten niets daarvan. Die denken inderdaad dat ze goede gelovigen zijn. Nou, als je met die mensen spreekt, moet je niet gaan spreken dat hun systeem is de Hoer van Babel. Dat werkt natuurlijk niet. Je wil ze wel winnen. Het is een feit. En je kunt het nagaan in het boek Van Babylon naar Rome van Alexander Hislop. Het is vertaald in het Nederlands, een paar jaar geleden, door een groep in Winterswijk. Ik heb niet het adres zo eventjes bij de hand. Met Engels is hij van Hislop, Alexander Hislop. En wat hij beschrijft is eigenlijk dat de 13e na Adam, Nimrod, trouwde zijn moeder, het koningin van Babylon, heeft de duivelsaanbidding ingevoerd, inclusief het offeren van kinderen. Dat ging uiteindelijk, werd uiteindelijk verboden. Hij werd gedood door zijn grootoom Sem. En dat ging dan onder de grond en daarna werd het water geheiligd. Dus de waterdoop en dergelijke. En deze troon van Satan ging van Babylon via Pergamus, Openbaring 2 vers 13, naar Rome. Nu is het centrum van de duivelsaanbidding, van de Babylonische mysterie-religie, in Rome. De paus is de Pontifex Maximus, of de hoge priester, of de bruggenbouwer. De Pontifex Maximus, de hoge priester van de duivel. Heel belangrijk te zien. Dus alle grote religies, als het minister, erkennen hem ook onbewust. Een tijdje geleden, kun je gaan googlen, was Johannes Paulus II, geloof ik, zo'n 15 jaar geleden, in Israël, eerste keer. En dan zat hij op een troon met een omgekeerd kruis erop. Ik geloof dat was bij Galilea. Je mag googlen en dan kun je het zien. Dus iedere satanist weet daar, dat is de hoge priester van de duivel. En de macht van dit systeem is oneindig groot. Vergeet niet, het afslachten van 6 miljoen Joden wordt genoemd Holocaust. Dat is een Latijns woord, het Latijnse vergadering voor het woord brandoffer. Nou, wie bedenkt om het afslachten van 6 miljoen Joden een brandoffer te noemen? Trouwens, die anderhalf, 2 miljoen Armeense christenen, dus, ja, hoe kan dat nou? Rome gebruikt het zwaard van de islam, een van haar dochters, om orthodoxe christenen, Joden en protestanten af te slachten. De Tweede Wereldoorlog was niet alleen een 6 miljoen Joodse holocaust, 22 miljoen orthodoxe christenen zijn omgebracht, dat is een orthodoxe holocaust, en 18 miljoen Duitse protestante christenen. Dus een holocaust voor Duitsers ook nog. 6 miljoen zijn omgebracht, 6 miljoen verwond terug te gekomen, 6 miljoen hebben hun land verloren. Dat is de macht van Rome. En de meeste natie, misdadigers, katholiek, 80% zijn ontkomen naar Rooms-Katholiek Zuid- en Midden-Amerika. Of vaak met de KLM. Dat is de macht van Rome. Toevallig Argentinië? Ja, Argentinië. Ja, het meeste, ja. En dan waren de grote groentas. Sterker nog, die huidige clown, Paus Francis de Eerste, die werd hier provinciaal, ik ben even vergeten het in te leiden hier, van de Jezuïet, dat is die heeft de vierde eeuw de eed gezworen. Dat betekent dat je dus met het bloed, door het bloed van een ketter te vergieten, word je dus een bevelhebber in het leger van Loyola. Die heeft in 1973 gezworen, deze Francis. En toen werd hij provinciaal, dus toen wordt hij commandant over een provincie, Argentinië en omliggende gebieden. En in 76 tot 83 geloof ik, had je die junta, die militaire junta regering in Argentinië, waar meer dan 30.000 Argentijnse mensen omgekomen zijn. Het kan nooit gebeuren in een katholiek land zonder de medewerking of goedkeuring van deze provinciaal. Dat was de huidige paus. Nou, hier is het boek wat ik zeer kan bevelen, aanbevelen. Wat in Nederland de toekomst te wachten staat, wat dat opgenomen worden. Maar dat is de werkelijke idee hoe Jezuïeten denken en handelen. Als ze kunnen, nemen ze vanavond nog je leven, met een glimlach.
Ten meerdere eer van glorie van God. Neem het dus door, lees het goed door, want hier zie je eigenlijk in wat hun... En vergeet niet de macht van Rome. Piet Steenkamp, zeg je waarschijnlijk niets, was de man die in de jaren 70, aan jaren 60, begin jaren 70, de, wat was het, de hervormde CU, de gereformeerde ARP en de katholieke volkspartij tot één CDA samensmat. Dat was een jezuïet getrainde man. Dries van Acht, jezuïet getraind in Nijmegen onder andere, heeft dan in kabinetten van Acht gemaakt, CDA. En Ruudje Lubbers, jezuïet getrainde man in Nijmegen, heeft uiteindelijk Nederland in 92 met het verdrag van Maastricht zijn soevereiniteit laten verliezen. Dat is de macht van Rome. En wat zeg je hier tegenwoordig? Dat is een van de beste presidenten die we gehad hebben in Nederland. Dat is de media. Deze groep, een ander verhaal weer, anders dwalen we af, werd in de reformatie opgestart door een Basque, Loyola. En die zei, onze opdracht is de reformatie te stoppen, te ontkrachten. Vooral via de pers, de drukpers en de opleidingen, de hoge opleidingen. Dus daar dat verklaart en net waarom alle opleidingen links zijn, hogescholen, universiteiten, de hele media links is, de hele NPO en de meeste links. Links is niets anders dan communistisch of fabianistisch, socialistisch. En dat is een, eigenlijk begonnen met de jezuïte reducties in Paraguay, dat waren reservaten voor indianen, Gorilla-indianen. Alles wat gratis, medicijnse opleiding, gratis ziekenhuizen en dergelijke. Die moesten een leven lang werken voor een centrale overheid, een centrale bank. Dat ging naar die kleine jezuïeten die uiteindelijk daarmee de tegenreformatie in Nederland financierden. Piet Hein was een van de Nederlandse helden. Piet Hein, zijn daden waren fijn, waar? Het was de zilvervloot, want die Piet Hein in de West-Indische Compagnie, die pikte die zwarte vloot van de jezuïeten en die kaapte die en dat geld, dat zilver, werd dan gebruikt, niet voor de tegenreformatie, maar konden wij de reformatie mee bekostigen. En de verdediging van ons land mee bekostigen. We begonnen met deze mannetjes. En die zijn uiteindelijk, na 250 jaar in Paraguay, hebben ze het allemaal geperfectioneerd. Is het in 1917 in Moskou begonnen, of Sint-Petersburg begonnen met de communistische revolutie. En daarna is dat eigenlijk via China, waar Mao meer dan 40, 60 miljoen van zijn eigen mensen omgebracht had. Noord-Korea wordt het nu een beetje in de Europese Unie als het politieke stelsel gebracht. En dat wordt voorbereid door de hele media en de hogere opleidingen en de politiek die is volkomen links georiënteerd. Het is niet anders bedingend als communistisch georiënteerd met de bedoeling Joden en Christenen een kopje klaar te maken. Dat is de vruchten van het systeem. Ja. Maar ze opereren, dus de moeder van de hoerij, door een derde partij. Vergeet dat nooit. Nooit direct, maar altijd door fascisme, nazisme, kartelkapitalisme, socialisme, zo opereren ze altijd. En dit is bij verre het meest gevaarlijke systeem. En heden ten dage, sinds 2003, jaar, is een jezuïet leider voor de eerste keer in de geschiedenis als hoofd van de Kerk van Rome. En in 2001 is er een wet aangenomen dat in het ambt van Pontifex Maximus Paus is nu de gehele wetgevende, uitvoerende en rechterlijke in één ambt samengesteld. Dus je moet het voorstellen, in Nederland, je hebt tegenwoordig een premier. Stel dat de premier is hoge rechter, parlement en kabinet in één ambt, in één persoon. Dat is het ambt op dit moment van Paus Francis. Dat is gevaarlijk. Absolute dictatuur. En dat is de voorbereiding op het beest. Met de Bijbel. Die zich op wil stellen als God, hè? Zoals Lucifer deed in Jesaja hoofdstuk 14. Nou, dat is een korte introductie en ik kan je nogmaals aanbevelen dit te kopen of te verbreiden. Ik heb ontzettend veel informatie erin. Nogmaals, een paar dingen over deze drie punten. Maria, dat is een centrale persoon in het systeem. Ze is niet anders dan de koningin van de hemel in Jeremia 44. De Diana van de Efeze, de Astaret, Astarte in de volken rondom Israël. Petrus is niets anders dan Jupiter of Zeus, de duivel, in de Griekse en Romeinse afgodendienst. En de traditie, die eigenlijk niets anders is dan de Babylonische mysterie-traditie, die eigenlijk het woord van God, en nog een vervalste Bijbel ook, ontkracht. Nou, als je met mensen spreekt die katholiek zijn, zijn heel veel godvrezende katholieken die het serieus doen. Begin niet over jezuïte toestanden en Nimrod en zo. Probeer ze gewoon aan de hand van de schrift te laten zien dat niet Maria, maar Jezus Christus de weg tot God is,
Dat is niet op Petrus, maar de Heer Jezus Christus, de ware rotssteen, zich moeten vertrouwen. Niet de traditie, maar wat de Bijbel zegt, de waarheid is. Dat is het belangrijkste idee. Nou, een paar voorbeelden. We beginnen met Matteüs hoofdstuk 2. Dus het gaat om de Maria-aanbidding te omzeilen. En je zult, nogmaals, onderschat dat niet, er zijn ontzettend veel groepen tegenwoordig waar die Maria meer en meer centraal komt. Lourdes, Mezzogiorno, ik geloof dat is daar in Bosnië. De Zwarte Madonna van Lodz, geloof ik, in Polen. In Midden-Amerika zat in een ontzettend veel bedevaartsorde waar Maria verschijnt. Fatima in Portugal. Het wordt alleen maar meer en het zijn occulte verschijningen. Matteüs hoofdstuk 2, vers 11. In het huis gekomen zijn en vonden ze het kindje met Maria, zijn moeder, en een van de herden zei hetzelfde aangebeden. Ze kwam om het kind aan te bidden, niet om Maria aan te bidden. En hun schat werd opengedaan hem en brachten zij hem, niet haar, geschenken. Even heel klein, een blijk voor dus hem en haar. Het kind werd aangebeden, niet Maria. Vers 13. Neem het kind en zijn moeder. Dat is de volgorde, zegt de engel, ga naar Egypte. Niet het moeder en zijn kind, het kind en zijn moeder. Hoofdstuk 2, vers 20. Zegt de engel tot Jozef, neem het kind en zijn moeder. Nog eens een keer in vers 21. Hij heeft tot zich genomen het kind en zijn moeder. Het gaat om eerst het kind, God geopenbaard in het vlees, niet de moeder. Dan in Lucas hoofdstuk 1, vers 46 en 47, lezen we over de besnijdenis. Nee, dat is dit man onder, pardon, Lucas 1 eerst maar, vers 46. Maria zeide, mijn ziel maakt grote heren en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Maria zegt het dus, God is haar zaligmaker, maar haar zaligmaker was haar zoon. God geopenbaard in het vlees. In Lucas hoofdstuk 2, dan komen we bij de geboorte en dan in vers 22 de voorstelling in de tempel. De Heer, in Lucas 2 vers 22. En dan lezen we in vers 23, gelijk geschreven is in de wet des Heren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offerande gaven naar hetgeen dat in de wet des Heren gezegd is, een paar totelduiven of een jonge duiven. Dus ze moesten roddelduiven brengen. Nou, dat is, zullen we zo zien, een gevolg van de Levitische wet. Vers 30. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wie was die zaligheid? Het kleine babytje Jezus. Dat is Gods zaligheid. Vers 38. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. De verlossing is verbonden met een klein kind. Met God geopenbaard in het vlees. Dan nu in Leviticus hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 8, dan zien we, ik zal het eventjes lezen, wel belangrijk, dat er een zondoffer zou moeten worden gebracht als een Joodse vrouw een kind, een mannelijk kind, had voortgebracht. En dat is nou waar hier in Lucas hoofdstuk 2 die totelduif of de jonge duiven over gaat. Lucas hoofdstuk 12, vers 2 spreekt tot de kinderen in Israël zeggende, wanneer een vrouw zaad gegeven en een knechtje gebaard zal hebben, zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Op de 8e dag, vers 3, zal het vlees van zijn vrouw besneden worden. En dat gaat dan zo verder. Wat voor offer moet er dan gebracht worden? Vers 7 en vers 8. Die zal dat offeren voor het aangezicht des Heren en zal voor haar verzoening doen, zo zal zij rein zijn van de vloed haar bloeds. Dit is de wet, degene die een knechtje of meisje gebaard heeft. Maar indien haar hand niet genoeg voor een lam vindt, zo zal zij ter totelduiven of ter jonge duiven nemen. 1 ten brande van 1 ten zondoffer, om de zonden te vergeven. En dat was nou net die 2 jonge totelduiven of jonge duiven die hier in Lucas 2 werden genoemd, die werden geofferd door Jozef en Maria. Ze moest een zondoffer brengen, want ze was een zondaar. Elke katholiek leert, gelooft, nee, Maria was zonder zonde geboren en ze onbevlekt ontvangen in de hemel. Ketterij. Een ketterij, ze stellen haar dus naast de drie-enige God in de Bijbel. Dan in Lucas hoofdstuk 11, vers 27 en vers 28. En nogmaals, je ziet wat we doen hier, we gaan dus de stellige punten
waar de Bijbel tegenover de valse traditie wordt geplaatst. En die moet je kennen als je hem op grond van de schrift wil overtuigen. Lucas 11, vers 27. Ware zaligheid. Het geschiedde als hij deze dingen sprak met een zekere vrouw, de stem verheffende uit de scharen tot hem zeide: zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Maar hij zeide: ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Er heeft niets van doen met waaruit je uit geboren bent. Zo van, nou, hij is uit de moeder Gods geboren. Zo wordt Maria voorgesteld. Nee, zaligheid is verbonden met het woord van God horen en het bewaren. Het woord van God wijst heen op de Heer Jezus Christus. In Handelingen hoofdstuk 1, vers 14 en 15 is de laatste keer dat Maria wordt genoemd in het Nieuwe Testament. Deze allen, dat waren de 12 apostelen, waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. In dezelfde dagen stond Petrus, niet Maria, op in het midden der discipelen en sprak. Er waren een schaar van 120 personen bij elkaar. Dus Maria is gewoon de laatste keer de moeder van de mens Jezus, niet de moeder van God, onzin. De moeder van de mens van Jezus van Nazareth. En dat is de laatste keer dat ze genoemd wordt. En zij spreekt niet, het was Petrus die spreekt. 1 Timotheüs 2, vers 5. Er is één God, één middelaar tussen God en mensen. De mens, niet de vrouw, Maria, de mens Christus Jezus. Matthäus 1, vers 25. Hier zien we dat Maria, dat is heel belangrijk, de nieuwe Bijbels veranderen dat trouwens. In Matthäus hoofdstuk 1, vers 25. En bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. De eerstgeboren. Ze heeft er meer dan één gehad. Nieuwe Bijbels maken ervan haar zoon gebaard heeft. Het is de eerstgeboren, want ze heeft meer kinderen na hem geboren. Dat zien we in, ik geloof, Matthäus hoofdstuk 13, vers 55, 56 en 57. Is deze niet de zoon des timmermans, is zijn moeder niet genaamd Maria, en zijn broeders Jacobus, en Jozef, en Simon, en Judas, en zijn zusters, zijn deze niet alle bij ons, van waar komt dan dit alles? Hij had minimaal twee zusters en vier broers, met name genoemd. En dat zijn er dus, Maria heeft minimaal zeven kinderen, mogelijkerwijs meer gehad. En dan zeggen ze, ja, dat is verkeerd vertaald, dat je het woord broer moet zijn neef. Nou, ik heb hier gezegd, broeder is Adolfos, een zus is Adelphé, maar een neef is Sogenes. Het heeft niets van doen met de woorden die hier genoemd worden. Dus als we dan gaan zeggen, ja, maar het is niet Grieks niet goed vertaald, niet op letten trouwens, dat is één andere reden om gewoon te blijven bij de Statenbijbel. Dan hoef je geen zorgen te maken over een of andere Griekse tekst. Marcus 6 zegt het, geloof ik, hetzelfde. En dan uiteindelijk in Galaten hoofdstuk 1, vers 19... En Peter en Paulus ziet geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Dat is de halfbroer van Jezus Christus. Die heeft ook Jacobus geschreven. De Heer Jezus had een halfbroer. Dat is dezelfde moeder, maar een andere vader. En uiteindelijk in Lucas hoofdstuk 1, vers 36. En dat moet voldoende zijn als iemand inderdaad waarheid zoekt. Dan moet hij een keuze maken tussen wat de traditie, zijn kerk zegt en wat de schrift zegt. Lucas 1, vers 36. Zie Elisabeth, uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dat is wat hier ook geschied is. Niets is bij God onmogelijk. Er zijn zes vrouwen die kunnen geen kinderen krijgen in het Oude Testament. Inclusief Elisabeth. En dat is allemaal een beeld van Maria die niet door iemand anders dan een man bevrucht kan worden en die zo God de Zoon als mens baart. Oké, dan gaan we naar Petrus. Petrus wordt vaak de rots genoemd waarop Rome zegt te bouwen. De bewijstekst waar Rome altijd mee begint. Dan zie je al waarom Rome verkeerd is, is Matthäus 16, vers 18. Dan zegt de Heer Jezus tot Petrus, ik zeg u, gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Het woord Petros, in Grieks is Petros, Petra betekent steenrots, Petrus, Petros betekent steentje. Ons had dus zoiets en een grote rots waarop je een huis bouwt.
Nou, dat is verwijzen naar Jezus Christus zelf. Op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. En Petrus is het steentje. En vers 19, Petrus, dus het steentje, die ontvangt de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Die gebruikt in Handelingen 2 en Handelingen 10 als de Joden en de heidenen binnengelaten worden. That's it. Als je nu kijkt naar de kerk van Rome, dan heb je dus zo'n wapen van de paus, zo'n jezuïtenhoed. En dan heeft hij 2 sleutels. En dat zijn niet deze, dat zijn de sleutels, zegt hij, van overste van de aarde en de hemel. Hij bepaalt wie in de hemel komt, hij bepaalt wat op aarde gebeurt. Hij is de overste heerser over de seculiere en de religieuze wereld. En het wordt dan misbruikt, wat hier in Matthäus 16 vers 19 wordt gezegd. Nu zeg je dan van, nou mocht het inderdaad zo zijn dat Rome gelijk heeft. Op wie is hij dan gebouwd? Op Petrus. Wat zegt de Heer Jezus tot Petrus in vers 23 van hetzelfde hoofdstuk? Maar hij zich omkeren en zei dat tot Petrus, ga weg achter mij Satanas, gij zijt mij een aanstoot. Dus hier wordt Petrus de duivel genoemd. De duivel spreekt door Petrus, doordat hij probeert Jezus in vers 22 weg te houden om naar het kruis te gaan. Dus als Rome zegt, we zijn op Petrus gebouwd, dan zijn ze op de duivel gebouwd, ja. Nou, staat hier letterlijk dat, er staat dat in Petrus voerde en via Petrus sprak? Nee. Is dat alleen maar, hij zich omkeerde en zei dat Petrus, ga weg achter mij Satanas. Dat invoeren zie je bij Judas Iscariot. Omdat hij het stuk brood krijgt bij het laatste avondmaal, hij accepteert dat dan voor de duivel in hem. Judas Iscariot was een ander verhaal, hij was Apollyon, hij was een duivel, zegt Johannes 6 vers 70. En toen hij dat stuk brood nam bij het laatste avondmaal, toen voerde de duivel in hem, toen heeft hij dus eigenlijk daar letterlijk, vanwege het geld wat hij kreeg, waarmee de Heer verraden heeft, de Heer besloten te verraden. Maar dat staat niet geschreven bij Petrus. Nee. Okay. Dan in Lucas hoofdstuk, Matthäus 8, gaan we dan even een beetje netjes voorbij. Matthäus 8 vers 14. Moet nagaan, ze gaan het, als je zoiets zou uitzonden op de Europese, op de EO in Nederland. En waar tegenwoordig katholieken officieel mogen werken aan programma's. Ja, maar dat is het probleem. Die mensen hebben geen kennis van de schrift. Dus de ecumenische idee van tolerant, alles, dan moeten we tolerant zijn. Jezelf dat je zegt van, nou, ik heb een paar lieve ratelslangetjes, een hele klein, maar het komt wel goed. En we hebben zelfs huisdieren voor onze kinderen, daar kunnen ze een beetje mee spelen en zo. Nou, dat is dan waanzin, dat eigenlijk word je gebeten. Precies hetzelfde in Nederland. Matthäus hoofdstuk 8 vers 14. Jezus gekomen zijn in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebben in de koorts. Hoe kan dat nou? De eerste paus, hij is getrouwd. De schoonmoeder. Moet je dan katholiek zeggen? Dat klopt niet. Nou, dat is wat ze ook zijn eigen Bijbel zegt. Maar ja, katholieken lezen hun Bijbel niet, dus ze weten niet dat het erin staat. Lucas hoofdstuk 4 vers 38. Hier een geintje, ik hoop niet dat het erg is. Het was een geintje dat ik hoorde in India. Ik zeg, hebben jullie ook christelijke grapjes? Zei ik tegen een van de jongens. Ja, we hebben er ook eentje. Toen zei hij van, nogmaals, het is niet bedoeld om mensen hier te, omdat het niet te ver gaat. Die zei van, nou weet je waarom Petrus de Heer verraden heeft? Nou, hierom. Matthäus 8. De Heer heeft zijn schoonmoeder genezen. Dat is een geintje. Niet van mij, maar van broeder in India. Amen. Moet niet meteen gaan gebruiken nu, weet je wel. Kijken of dat goed aankomt of niet. Dat is beter niet te doen. Lucas 4, vers 38. Jezus opgestaan zijnde uit de synagoog ging in het huis van Simon. En Simons vrouws moeder was met een grote koorts bevangen en ze baden hem voor haar. Precies hetzelfde. Tweede referentie. Aan de hand van 2 getuigen zat elke zaak vast. Dan in Handelingen hoofdstuk 10. Daar hebben we het voorbeeld van Cornelius. Die krijgt het evangelie te horen van Petrus. Met de 2 sleutels van het koninkrijk der hemelen, bij de Joden handelingen 2 en de heiden handelingen 10 geopend. Handelingen 10 vers 25. Het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Dan zegt elke paus, juist, dat moet ieder mens op aarde doen. Wat doet Petrus, de eerste paus? Maar Petrus richt hem op, zeggende, sta op, ik ben ook zelf een mens. Ja, zie je dat? Hij weigert aanbidding.
En deze clown in Rome, Johannes 17, vers 11, daar zien we dat Jezus zijn vader heilige vader noemt, heeft zichzelf die titel aangemeden. Hij moet aangesproken worden als heilige vader. Luther had het wat veranderd en die schreef in zijn correspondentie met de toenmalige paus, gij helse vader. Ja, dat was zijn woordspeling op dit gedeelte. In Johannes hoofdstuk 1, vers 42, dan hebben we de geschiedenis van de eerste discipelen. Goede referenties. Ik geloof het niet. Maar goed, we hebben gevonden de Messias. Het welke is overgezet zijn de Christus. En dat is Simon Barjona, zoon van Jona. En die is degene die eigenlijk Jezus als de Messias, de Christus, erkent. En niet zichzelf als Christus ziet, want dat is wat iedere paus doet. Hè. Een van de titels is officieel Vicarius Filii Dei in het Latijn, het is in het Nederlands plaatsvervangen zoon van God. Dat is een van zijn officiële titels. Dat is een absolute blasfemische uitspraak. En uiteindelijk in Matthäus hoofdstuk 23 vers 9 zegt Jezus het een en ander in een hel en verdammenis preek, kort voor zijn kruisiging, tot deze huigelaars. Gij zult niemand uw vader noemen op de aarde, want één is uw vader, namelijk die in de hemelen is. Nou, wat zegt deze clown? Heilige vader, ze wilde zich laten aanspreken door ieder mens. De Bijbel zegt, dat mag je niet zeggen. Je mag nooit vader noemen. Sterker nog, priesters, plaatselijke priesters, noemen zichzelf ook vaak vader. Dat is Matthäus 23 vers 9. En ermee verbonden nog Johannes 17, vers 11, dat Jezus Christus zijn God heilige vader noemt. Dat is nog net de referentie die de Heer Jezus Christus, die de paus, voor zichzelf neemt. Heilige vader. Dus stelt de titel van God de Vader. Dat is gewoon blasfemie. Godslastering is het gewoon. Maar ik heb het zo vaak gezegd, in de pers tegenwoordig, de media, in de opleiding, in de politiek, dan kun je er gewoon mee wegkomen. Niemand zegt er iets tegen. En hoe zit dat met de term dominee dan? Want een vers later staat, nog zult gij meesters kunnen worden. Ja. En dominee betekent meester. Precies, hetzelfde. In het geval, het beste is voorganger of herder. Herder is eigenlijk het pastor, in het Engels, pastor. Het herder, dat is het past ook. Dat komt eigenlijk uit, maar meest inderdaad ook niet. Dat is een Latijns woord weer. Hè, van de heerschappij van de Nicolaïtische klasse, dus de heersers over de leken. Dat is een werk en een leer die de Heer Jezus Christus haat in Openbaring hoofdstuk 2, vers 6 en vers 15. Maar dat klopt, dat is een verkeerde term. Het woord herder is de juiste term. Ja. En door de rabbi, rabbi, betekent meester? Ja, ook zoiets ook past ook eigenlijk niet. Nee. Rabbi is meester. Ja, het zijn de mensen die zich eruit voor laten staan op wereldse titels, hè? Dat is het probleem. Kijk, Jezus was natuurlijk ook een rabbi, hij werd ook meester genoemd, maar Judas Iscariot, die noemt hem altijd meester, maar nooit heer. Dus je kunt je wel meester noemen, maar meester is gewoon bij ons ook meester in de rechten, of je hebt je meestertitel, mastertitel, weet je, of dokter Anders hoe je het ook noemt. Dat zijn gewoon wereldse titels, dat je een bepaald niveau, of theologisch niveau bereikt hebt, zeg maar. Dat kun je wel voeren voor de wereld, maar ja, het heeft niet zoveel. De ervaring is meestal, uiteindelijk gaat het erom in hoeverre mensen problemen hebben of interesse hebben aan Bijbelse waarheid. Of je wel niet iets voor je naam hebt, dan maakt niet zoveel uit. Dan de traditie. Dat is wel heel belangrijk, want die traditie is, nogmaals, het is een hele politiek systeem die dus een christelijke saus heeft, waarmee ze 800 miljoen mensen proberen verleiden. En de traditie staat boven de gecorrompeerde Bijbel. Dat is belangrijk te zeggen. Dus ze gebruiken een vervalste Bijbel om eigen traditie eigenlijk door te geven. Nou, hier een paar voorbeelden. In Marcus hoofdstuk 7, vers 7 en vers 8 wordt gewaarschuwd voor het gevaar van de traditie. We lezen daar in vers 7 van Marcus 7. Doch te vergeefs eren zij mij, lerende leringen die geboden zijn der mensen. Want nalaten het gebod Gods, houdt gij de inzendingen der mensen als namelijk wassing der kannen en drinkbekers. En andere dergelijke dingen doet gij velen. Vers 13. Maken alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting. Die gij ingezet hebt. En dergelijke dingen doet gij velen. Dus ze hebben allerlei
nou, vasten op de vrijdag bijvoorbeeld, of as woensdag, of de carnaval hebben een hele vaste tijd en zo. Het zijn allemaal heidense gebruiken die direct van de Babylonische mysterie-religie komen. Colossense hoofdstuk 2, vers 8, daar wordt gewaarschuwd tegen de overlevering en de verkeerde filosofie, dus de menselijke wijsheid. Colossense hoofdstuk 2, vers 8. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie in ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Nou, wij protestanten hebben ook wel onze traditie. Hè, dat merk je maar vooral als je heel veel tijd in de Bijbel leest, dan denk je na verloop van tijd, hé, waarom doen wij dit eigenlijk in deze kerk of in deze kerkgemeenschap? Kun je ook je tradities onbewust wat gaan ontwikkelen? Vooral de wat met protestanten of orthodoxe groepen hebben dat ook, wat vrije groepen nog wat minder. Maar als het wat langer bij elkaar is, dan krijg je dat gewoon na verloop van tijd. En dat is kan een gevaar zijn als dat net zo belangrijk of belangrijker wordt als het woord van God. Dan in 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 8. Dat is volgens mij de verkeerde referentie die ik hier opgeschreven heb. Laten we verder gaan naar Hebreeën hoofdstuk 10. Mijn excuses, Hebreeën hoofdstuk 10. Dit gaat tegen de katholieke mis in. Dit gaat de mis die leert officieel naar het concilie van Trent. Dat het moment dat ik een hostie neem en die wordt op mijn tong gelegd, dan verandert dat in het letterlijke lichaam van Jezus Christus. En de priester, die mag alleen wijn hebben, maar dat je drinkt, verandert in het letterlijke bloed van Jezus Christus. Mocht dat zo zijn, dan is er dus zijn het kannibalen die dat tot zich nemen. Nou, dat komt ook, eigenlijk is het katholicisme niet anders dan de Baalsreligie uit het Oude Testament. En kannibaal is van het woord Kaan, het Chaldeese woord voor priester. En Kaan is een priester van, een kannibaal is een priester van Baal. Een imitatie van de ware priesterschap van God in het Oude Testament. Als een priester offerde dierenvlees, mocht hij er zelf van eten in zijn gezin. En dat doen de kannibaal dus ook. En die hebben dan mensenvlees aan de Baal geofferd. Dat zal ook weer zo zijn na de opname van de gemeente. Dan zal het vlees van Joden vooral en bloed geofferd worden aan de Baal. He, holocaust, brandoffer. Vergeet dat niet. Je zegt afschuwelijke toestanden. Nou, maar dat is wat de Bijbel zegt. De Bijbel is een heel reëel boek. En je zegt van, het is een beetje cru af en toe. Ja, maar als je de Bijbel gelooft zoals er staat, geeft het heel veel openbaring over geschiedenis die vaak verdoezeld wordt in deze ecumenische Godesliefde tijd. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 10, 11, 12, 13, 14. Dan zien we drie keer achter elkaar dat er staat in welke wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus. Eenmaal geschied. Dus eenmaal op het kruis is dat geschied, verleden tijd. Vers 12. Maar deze één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Dus één keer als slachtoffer is hij gestorven. Dat kan niet herhaald worden door een mis elke zondag of zaterdagavond. Dat is ook nieuw. Zaterdagavond kon je dan, sinds de laatste tientallen jaren ook in de mis gaan, dan kon je daarna even lekker rambasamba op de zaterdagavond en dan kon je goed uitslapen en dan kon je de mis op de zondagochtend missen. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. In eeuwigheid. Weet je wat aardig is? Je hebt een manuscript, heet het Vaticanus manuscript, uit de bibliotheek van de mensen zonder Vaticaan. Die heeft dus Hebreeën, tot en met Hebreeën 9, vers 14 geloof ik. Maar Hebreeën 10 hebben ze toevallig niet meer. In het Vaticanus manuscript in het Vaticaan. Maar er gaat drie keer versen over die tegen de godslastelijke idee van de katholieke mis spreken. Dan in Johannes hoofdstuk 6, dat is wel even belangrijk. Daar wordt vaak aangehouden door katholieken om te zeggen, ja kijk, hier zegt de Heer Jezus zelf dat je zijn bloed moet drinken en zijn vlees moet eten. En dat gebruiken ze als rechtvaardiging. We gaan niet al die versen lezen, maar hij zegt bijvoorbeeld in Johannes 6, vers 48, ik ben het brood des levens. En dan iets verderop, vers 53, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Vers 56, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij niet in hem. Nou, zegt ik, zie jullie protestanten en baptisten het helemaal verkeerd, wij met juist. Ja, maar hij leest niet tot het einde door. Als je doorleest tot en met vers 63, in de samenhang, de context altijd, dan wordt een verklaring gegeven
De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek, die zijn geest en zijn leven. Het vlees is geen nut. Met alle respect, zouden wij hier een onderdeel van het lichaam van Christus hebben en we zouden het cannibaliseren, verspijzen, heeft het nog altijd geen enkel nut voor het zielenheil van ieder die hier zit. Sterker nog, hebben een van de apostelen een letterlijk gedeelte van het lichaam van Christus genomen of zijn bloed gedronken? Nee. Is dat belangrijk om te zien? En waarom is het belangrijk? De woorden, meervoud die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Dus de woorden in dit boek, daar is de grote aanval op. De woorden van dit boek. Niet op een stuk fysiek vlees. Dus het is een vergeestelijking. Het is typisch Rome. Als het niet letterlijk moet interpreteren, nemen ze het letterlijk. Als het geestelijk moet interpreteren, nemen ze het niet geestelijk. Nou, dan heel belangrijk. Drie referenties moet je goed opschrijven. Hier wordt namelijk gezegd, het is verboden. Voor de wet, Genesis 9 vers 4, onder Noach. Onder de wet, Leviticus 17. En na de wet, bloed te eten of te drinken. En Rome zegt, nou dat kun je doen. Die wijn drinkt, drink je het bloed van Christus. Ik lees even kort voor in Genesis hoofdstuk 9 vers 4. Nogmaals, je ziet, als je het boek kent, kun je heel eenvoudig een valse leer weerleggen. 9 vers 4, door het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. Verbod voor de wet. Zo'n midden 6, 7, 800 jaar voordat Mozes werd geboren. Dan onder Mozes krijgt het volk Israël een wet. En dan zien we in Leviticus hoofdstuk 17, vers 12. Daarom heb ik de kinderen Israëls gezegd, geen ziel van u zal bloed eten. Nog de vreemdeling die als vreemdeling in het midden van u verkeert, zal bloed eten. Wordt een paar keer gezegd. Einde van vers 14. De ziel van alle vlees, dat is zijn bloed. Zo wie dat eet, zal uitgeroeid worden. Zal de doodstraf krijgen. Dus je moet eigenlijk die priesters ook nog ombrengen ook. Naar hun eigen wet. Als ze dat zouden doen wat ze zeggen te doen, dan het bloed drinken. En dan zeg je van, ja, maar dat is het Oude Testament. We zijn nu onder de genade, na de wet van Mozes en dergelijke maal. Hier zegt het nog eens een keer, als waarschuwend getuigenis in Handelingen hoofdstuk 15, het enige concilie wat door de Heilige Geest is erkend. In Handelingen hoofdstuk 15, vers 20. Maar hun, dus de heidenen, christenen uit de heidenen, zal aanschrijven dat zij zich onthouden van alle dingen door de afgoden besnimmerd zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed. Dus een heiden, christenen uit de heidenen, mag ook geen bloed eten. Maar ik denk in het algemeen is het idee, dat is ook wel een belangrijk, heidenen doen dat vaak, hè? Dat is heiden, die drinken vaak het bloed van een vijand, vroeger trouwens ook in slachten. En het is ook een feit dat onreine geesten kunnen ook via de bloedband doorgegeven worden. Dus indirect, dus als je dus het bloed drinkt voor iemand die dus onreine geest heeft, dat was ook een van de redenen waarom men zei van, dat moet je niet doen. Over die uiterlijke dingen moet je ook niet een heel groot issue maken, maar het is wel een kleine richtlijn, dat je zegt van nou, ik wil de Heer gevallen, ik wil ook niet iets wat twijfelachtig zou zijn voor mezelf of misschien als slecht getuigenis voor een ander, toch doen. En dat is denk ik het beste om te doen. Alles wat twijfelachtig is, zou ik gewoon afstand van houden. Twijfel niet. Dat is het beste punt. Niet inhalen. Want ik kom dat ben je voor kinderen zeggen van ja, maar waarom mag ik dat dan niet? En dan wil ik dan proberen. Kijk, een soort borderline idee, weet je wel. Ja. En dan denk ik vaak als je wat oud bent, je van nou weet je wat, laat ik gewoon de afstand van doen. Want degene die na mij komt, jongere christen of kinderen, die gaan dan proberen van weet je, dus als je dan zelf op de rand loopt. Dus de kans ook gewoon dat je nakomelingen ook niet op die rand gaan lopen. Ja. Dat is denk ik de leidraad. Dan in Matthäus, Handelingen 1, dat is nog maar dezelfde referentie. En niet verder als in Handelingen 15, vers 20. Matthäus hoofdstuk 6, vers 7. Dan zijn we er bijna doorheen. Over het bidden. Als gebid, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen. Want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Nou, het was vroeger zo, je ging naar die biecht en dan had je gebeden, zei, nou ja, dat was niet zo goed. Je moet 7 Ave Maria's en 6 rozenkransen bidden en dan is het weer in orde. Nou, dan moest je dus herhalen, zo'n soort, bij de boeddhisten hebben dat een gebedswiel, heet dat dan. En dan heb je bij de orthodoxen ook, moslims ook, hebben die kraaltjes, die kettentjes en zo. En dan kunnen ze dus tellen hoeveel keer ze het rozenkrans of het Ave Maria hebben doorgebeden. En denken van, hoe meer je het doet, dan zegt de Heer in Matthäus hoofdstuk 6, het is een ijdel verhaal van woorden. Luther zegt, geplapper. Ja, geplapper, dat is gewoon geen enkel effect.
En die heidenen die denken echt dat het effect heeft. En uiteindelijk in Lucas hoofdstuk 20, dat is de laatste referentie, tegen de idee van de traditie. Vers 46 en vers 47. Dat is een waarschuwing tegen de priesters. Dat is heel vaak gebeurd de laatste 1500 jaar bij de katholieke priesters. Wacht u van de schriftgeleerden die daar willen wandelen in de lange klederen en beminnen de groetingen op de markten en de voorgestoelten in de synagogen en de vooraanzittingen in de maaltijden, die de weduwenhuizen opeten en onder een schijnlange gebeden doen. Deze zullen zware oordeel ontvangen. Dat zie je van katholieke landen, nog altijd. Meestal zijn er mannen die sterven eerder dan de vrouwen. De vrouwen zijn alleen achtergebleven, hebben moeite om de plank te krijgen. En dan zegt de priester, nou ja, als ik geen mis zeg, dan kan het zijn dat je man veel te lang in het vagevuur brandt. Maar als ik hem wel voor zeg, maar dan moet je wel wat geld geven. Dus zo indirect worden die weduwen ja, geld onttrokken om onder een mom van lange gebeden en miszeggen de ziel van de man die een niet bestaand vagevuur zou leiden te redden. Dat is gewoon bedrog, zuiver bedrog. Er gebeurt echt heel veel in de Filipijnen, in Zuid-Europa en midden in Zuid-Amerika. En er worden miljoenen meegemaakt per dag. Maar nogmaals, dat zijn misschien dingen. Weet je, zegt van ja, katholieken. Maar goed, je hebt in de achterhoek trouwens een hele katholieke enclave nog zitten. En als je nou een katholiek moet, maak je een fotootje van, schrijf ze op in de voorvolg van je Bijbel. En dan kun je die dingen gewoon aan de hand van de schrift weerleggen. Dat is belangrijk, want je hebt heel veel godvrezende katholieken die zoeken echt naar God. Maar door hun traditie zijn ze zo gevangen dat ze die levende God nooit vinden door geloof alleen in Jezus Christus. Mm-hmm.